Wandeling door de stad en veel optredens. Onder meer van Elvis-imitator Bauke Scholten. Hij mocht de jarige koning toezingen. En we beginnen natuurlijk in het kader van uw verjaardag met Bauke met Happy Birthday. Straks een portret van deze Bauke, maar Scholten, een imitator van Elvis Presley, vanaf zijn voorbereiding gisteren tot de grote dag vandaag. Ja, ik heb gewoon zo ontzettend druk, joh. Niet normaal. Ze noemen hem de Elvis uit Emmen, geboren en getogen in dit grote dorp en hier inmiddels wereldberoemd. Het is gewoon mooi om dit te doen en om een keer de koning te ontmoeten, zeg maar. Bauke Scholten won meerdere televisieprogramma's als beste imitator. Zong zelfs in het Graceland van de echte King of Rock'n'Roll. Maar mag vandaag voor onze koning optreden. Ga voor hem, maar ook goed voor zijn geboorteplaats, vindt hij. Nou, voor hem is dit toch wel best belangrijk. Omdat je hebt natuurlijk te maken met het beeld wat er over hem is. Hè. Mensen schrijven hem toch een beetje aan als een van de lelijkste steden van Nederland. Nou, wat ik totaal onterecht vind. Maar ja, de koning komt dan naar Emmen en miljoenen mensen kunnen nu zien dat Emmen toch veel leuker is dan dat mensen zeggen. En daar is hij zelf onderdeel van, dus bereidt hij zijn optreden tot in de puntjes voor. I get around to it, I kinda like it. Dat begint gisteren eerst met een uitgebreide soundcheck. Gewoon drie completjes party en een bigger hunk en niet brakke hula. En dat levert ook het eerste publiek op. Na de soundcheck valt hier de avond en is het tijd voor Koningsnacht. Maar die is toch een stuk rustiger dan je zou denken. Je verwacht op Koningsnacht toch dat er veel meer gebeurt hier? Een beetje saai, hoor. Ja, het is toch een beetje een gat hier, zeg maar. Ja, er is niet veel. Nee, er is op dit moment ook niet veel te doen. Nu moet om 12 uur al dicht op Koningsnacht. Is dat niet gek dat het hier allemaal moet gaan gebeuren in Emmen en dat je al zo vroeg dicht moet? Ja, het is wel heel gek, maar het is een once in a lifetime. Dus ja, leuk. Ik heb er zin in. Je hebt als een van de weinigen toch je best gedaan? Ja, natuurlijk. Moet toch kunnen, toch? Ja. Voor die koning. Ik wil hem morgen zien, dus het is niet zo snel dat hier iemand komt. En vooral niet zo niemand. Dus nee. Ik denk dat er veel animo voor is, ja. Free to get ready now, go get go, why don't you? Step on my blue suede shoes. Ben je klaar voor? Ja, lekker geslapen? Jazeker, ga jij maar rijden. Dat denk ik. Na een rustige nacht is de grote dag aangebroken. Over een uurtje treedt hij op voor de koning. Ik ben er echt helemaal klaar voor. Ja? Ja. Gisteren generale repetitie gehad. Ging allemaal fantastisch. En goed geslapen. Ontstoken hoog. Maar we gaan ervoor. Als die stem maar goed is, toch? Die stem is goed. Ja. Veel plezier. Hoi. Op naar het Noorderplein in het centrum. De plek waar het feest begint en de koninklijke familie straks aankomt. En waar Bauke het publiek in de stemming mag brengen. En dan is om 11 uur het moment daar. De koninklijke familie komt aan in Emmen. We beginnen natuurlijk in het kader van uw verjaardag met Bauke met Happy Birthday. Voor wie je ook kwam vandaag, hier lijkt iedereen geslaagd. Hebben jullie genoten van het optreden zojuist? Ja, oh, zeker. Zij is grootste Bauke-fan. Grootste Bauke-fan? Ja, Elvis. Maar die hangt daar. Want in principe was de grote happening dat de koning hier kwam, dat natuurlijk. Ook. Ja, dat ook. Dat ook. Daar en ik stond aan de ene kant Bauke en aan de andere kant de koning. Ja. Dus, die stond voor u toch een beetje op de tweede plek? Ja, dit was toch heel speciaal. Weet je, als je ziet dan ook hoeveel mensen erop afkomen, is toch ongelooflijk? In jouw Emmen? Ja, in mijn Emmen. Ja. Mijn, nou ja, ons Emmen. Ja. En geniet nog van vandaag. Dankjewel. Hoi.